Wel, ze hebben een vrij grote invloed op pubers, omdat zij een soort van rolmodellen zijn die tonen wat dat er aanvaardbaar is binnen de maatschappij. En ze geven daar de jongeren heel veel informatie over en dat kan zowel positief als negatief zijn. Het kan gaan over sociaal engagement, waartoe influencers jongeren toe aanzetten, maar bijvoorbeeld ook het tonen van ongezonde voeding, waardoor jongeren eigenlijk meer ongezonde voeding gaan consumeren. Jongeren zijn volop bezig in de identiteitsvorming en zoeken daarvoor naar anderen die op hen lijken. En influencers lijken erg op tieners. Met één verschil, ze zijn misschien net iets beter. Dus ze tonen eigenlijk het ideaalbeeld waar een tiener in kan leven. En daardoor gaan de jongeren daar ook naar streven. Dus gaan ze ook gedragingen overnemen in die zin. Daarnaast gaan influencers ook heel veel persoonlijke details delen, waardoor de jongeren eigenlijk het gevoel hebben dat ze met een vriend aan het praten zijn. En dat maakt die invloed zo sterk. Voor tieners is er een belangrijke rol weggelegd bij de ouders. Ouders hoeven influencers niet te verbieden, integendeel, maar ze kunnen wel op een open manier praten met hun tiener over de impact die een influencer kan hebben op het gedrag van de tiener. Daarnaast is het ook ontzettend belangrijk dat influencers, voordat ze iets posten, zich bewust worden van welke impact dat zij hebben bij hun doelpubliek. Want op die manier kunnen misschien ook een aantal negatieve effecten vermeden worden.